Mensen van Freaking Hamster, we zijn hier met Dirk Gameplay en dit is een nieuwe Razer News Update. Yo mensen. En ja, we gaan het hebben nu over de Razer Onza. We gaan het even over de Razer Onza hebben. Ik heb hem hier naast me liggen, het is echt een geweldig ding. De XABNI toets geeft licht. En ook is het nice, het is gewoon overal nice voor dit ding. Ja. En en we hebben dan ook nog van dit weekend hij de Razer, hoe noem je jouw toetsenbord? Lycosa Mirror. Ja, Lycosa. De Razer Lycosa Mirror. Die ga ik gaan kopen in de Mediamarkt. Ik ben toch niet hack? Ah, ik ben al redelijk gek. Super fucking nice. Ook een mooi apparaatje is de Razer Tiamat. Tiamat, ja, dat is een mooi dingetje. Alleen het kost geld en dat mag het ook kosten, maar het is echt... Maar als je over je headset wil, koop de Razer Tiamat. 7.1 surround gaming headset. Prijs is €180. Nee, $180. Ja, hij noemt dat euro. Dat is hetzelfde. En dat is fucking nice. Is niet hetzelfde. Maar ja. En nu gaan we... Ja, ook gaan we het hebben over de... hoe heet het? Waar ging het over hebben? Oh ja. Dat was de Razer... die muis, die Dead Adder. Dat is een hele... Razer Dead Adder. Met die strepen en zo. Die licht heeft. Ja. En dat scrollwiel heeft ook licht. En dat is gewoon fucking nice. Het is een goede muis, goed DPI, alles is goed aan ding. Ook raad ik aan die te kopen. Mocht je een goede muis willen en koop die. Tot het. Ja. Ook hebben we nog een paar andere dingen die we willen vertellen. En dat is er komt een special video aan voor mijn kanaal, maar het laat nog even op zich wachten, want er zijn een paar problemen. Technisch problemen, maar het komt goed en de video komt op mijn kanaal. Tering! Ik schiet je helemaal kapot, stomme pijl. Zal ik even kapot schieten? Ja, schiet hem maar kapot. Ja. En kijk, check even wat Dirk maakte. Kada. Ja. Maar het was fucking nice. Dus ja. En hij had mij ook een cursus... Oh, Tering, wat is dat hier voor een? Oh. Hij had me ook een cursus editing geven. Zo leer ik mijn video's wat beter te maken en is gewoon veel nicer, Dirk? Ja, zeker. En dit was het nog niet, want we gaan het nog hebben over de nieuwe Minecraft update op Xbox 360. Ik speel het niet op de 360, want... Helemaal niks. Ik weet niet of jij het rood vindt, maar ik ga het niet spelen. Ik zal het niet gaan spelen. Ik ga het niet spelen. Nee, maar er is wel een creatief mode update op de Xbox 360. En dat is zo'n fucking nice. Oké, en sorry voor dat storende achtergrondgeluidje van die regen. Kan je het erg horen, Dirk? Nee, ik kan niet zo erg horen. Is goed. Oh, is goed dan. Ja, maar ik kijk even of dat Dirk nog wat te vertellen heeft. En heb ik nog wat te vertellen? IDK? Nee, ik heb niet zoveel te vertellen. Ja. En, nog één ding. Razer product waar ik het even met jullie over wil hebben was... de Razer Mamba. Dat is eigenlijk een soort Death Dilemma. De Razer Mamba. Dat is een draadloze muis. Alleen, ik heb van vrienden gehoord die hem hebben... Dat je toch beter een Razer muis met kabel koopt, zoals de Dead Adder. Omdat de Razer Mamba, ik heb gehoord dat die batterij die daarin zit, dat die niet zo lang mee had, dat je hem steeds moet opladen. En dat zou niet zeker het probleem zijn, want je hebt ook nog een ladertje erbij die je bij me op kan zetten. Dat is nice, maar ik zou, als je ook nog wat minder geld uitgeven, de Dead Adder gaan. Een goede muis, er is een nieuwe update van gekomen. En dan raad ik aan die te gebruiken. Ook kan je van die dingen gebruiken dat je gelijk op die toets op de Dead Adder drukt. Bam!
En je hebt gelijk een mount in Minecraft. Of je kan hem volledig customiseren. Custom bla bla. Je kan dat doen. En dan kan je gelijk... Ja, van die key bindings noemt dat. Hij drukt daarop en bam. It's fucking nice. Dat klopt. Mensen, hiermee wil ik graag de video afsluiten. Langs het kijken en... zie je later. What beat? Ring ring. Doei!